De wereld in de ban. In de ban van een virus. Bang, omdat het dit keer niet ver weg, maar hier is. In tijden van crisis is niets meer vanzelfsprekend. En vanzelf krijg je door wat dit betekent. Wat zeg nou zelf? Hier had niemand op gerekend. Dit had niemand verwacht. En jij dacht dat je je leven aardig onder controle had? Dat alles zo zou gaan zoals jij het had bedacht? Omdat je dacht dat alles maakbaar was? Maar dit heb je niet in je macht. Dit kwam plotseling en onverwacht. Alles om ons heen is nu een eigen leven aan het leiden. Dit virus lijkt zich maar te verspreiden in een wereld die lijkt af te glijden in onzekere en bange tijden. Regeringen die strijden maar niet kunnen voorkomen dat mensen lijden en overlijden. Dit lijkt door je vingers te glippen en uit de hand te lopen. Je zit vol met onbeantwoorde vragen en kunt alleen maar hopen dat het goed af zal lopen. Een film van angst speelt zich af voor je ogen van wat er mogelijk nog gaat komen. Angst voor ziekte, tekort, verlies. De beelden van het nieuws staan gebrand op je netvlies. En dat is precies wat er gebeurt bij controleverlies. Paniek dreigt zich meester te maken van je hart. In plaats van vertrouwen ben je alleen nog maar verward. Je glijdt af op een glijbaan van een emotie die we allemaal kennen. Namelijk angst voor het onbekende. Want angst is drijfzand waar je in verzandt als je erop gaat staan. Maar geloof is de vaste grond waarop je stevig staat. Waar het nu om gaat is de vraag, waar heb je je levenshuis op gebouwd? Op de rots of op het zand? Want op wie je vertrouwt is bepalend voor het antwoord op de vraag, stort je in of houd je stand? De rots staat voor het woord van God dat hij ons heeft gegeven. Een zwaard tegen de leugens van angst. Dus pak dit zwaard van de geest als je in het nauw bent gedreven. Strek je knikkende knieën en zeg met je hoofd geheven, duivel hou je mond, want er staat geschreven. Ik heb geen geest van slavernij gekregen om als een slaaf in angst te leven. Nee, mij is de geest van God gegeven waardoor ik als kind van God mag leven. En wat er ook gebeurt op deze aarde, ik kan hem altijd blijven aanroepen met Abba Vader. 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft mij geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en een gezond verstand. Ja, mijn naam staat geschreven in de palm van zijn hand. En God staat aan mijn kant. En daarom kan ik net als David proclameren, zoals staat in Psalm 56, vers 4. In mijn bangste uur vertrouw ik op de Heer. Wees over niets bezorgd, maar zorg dat je vraagt aan God wat je nodig hebt. En dank hem in je gebed en in al je gebeden. Want dan zal Gods volmaakte vrede, die alle verstand te boven gaat en boven alles is verheven, je hart en je gedachten bewaren in Christus Jezus. De Heer zelf gaat voorop in de strijd. Psalm 24 vers 5. Ik zocht de Heer en iedere keer gaf hij mij antwoord. Zijn woord heeft mij van alle angst bevrijd. Ja, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Mijn Jezus is uit de dood verrezen en zijn naam zij geprezen. Zijn naam is heilig en bij de God van mijn leven ben ik veilig.